Durf jij extra vragen te stellen? Stel je voor, je zit in een vergadering en er worden acties afgesproken. Je denkt dat je de juiste acties begrepen hebt en dat je inderdaad genoeg informatie hebt om aan de slag te gaan. Maar eens het rapport of het verslag op jouw bureau belandt, dan versta je eigenlijk helemaal niet meer wat men van jou verwacht. Doe je? Ga je extra vragen stellen? Ga je om uitleg vragen tot je inderdaad begrijpt wat er van jou verwacht wordt? Ga je gewoon beginnen vanuit het idee wat jij hebt of de actie die jij denkt die van jou gevraagd wordt? Want ja, je gaat toch geen extra vragen stellen? Wat moeten de anderen dan wel niet van jou denken? Of ga je een nota beginnen schrijven of een e-mail om jezelf alvast te gaan indekken voor het geval dat je inderdaad het verkeerd begrepen hebt op basis van dit onduidelijke verslag? Of heb je misschien nog een hele andere idee? Laat het dan zeker onderaan deze video even weten. Dit soort misverstanden overkomt ons als beelddenkers vaak. Vaker dan bij begripsdenkers. Omdat beelddenkers vaak een ander beeld of een andere associatie hebben bij wat gezegd of verteld wordt of wat zij horen of menen te verstaan. Verschillende beelden geven andere interpretaties en vanuit die andere interpretaties ga je inderdaad andere acties doen. Waarschijnlijk niet degene die gevraagd zijn. Maar omgekeerd werkt het ook zo. Beelddenkers hanteren heel beeldende taal, verhalende taal, terwijl eigenlijk begripsdenkers meer een communicatiestijl hebben met feiten en data en daar veel makkelijker hun informatie kunnen uithalen. Soms merk je direct dat er inderdaad een misverstand ontstaat, maar op een ander moment ga je daar effectief veel langer over doen en ga je het pas merken als het misschien al te laat is. Op dat moment kan je natuurlijk bijkomende vragen gaan stellen. Wat je ook als beelddenker kan voorhebben, is dat je eigenlijk vanuit jouw begrip als projectmanager of als teamleider gaat vertellen aan jouw team wat jij denkt gehoord of begrepen te hebben. En dat je dan achteraf van jouw leidinggevende te horen krijgt van zoals jij dit verteld hebt aan jouw team, heb je een heel ander beeld geschetst. Terwijl voor jouw begrip dit volledig naar waarheid was zoals jij het begrepen had. Met dezelfde intentie en dezelfde afspraken. Wil je nog meer weten over dit soort communicatieproblemen door verschillende tussen begripsdenkers en beelddenkers? Meld je dan aan voor de 2-wekelijkse webinars op maandagmiddag, waarin telkens een ander thema aan bod gaat komen waar beelddenkers problemen mee ondervinden. Je vindt alle informatie op de link hieronder.